Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Franke Remeri en Wim Pijpers. Franke, welkom. Wim, welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over groen. Bomen, de natuur. En eigenlijk ieder van jullie hebben een eigen invalshoek. Wim, jij vooral de stad. Het is groen in de stad en jij... Het platteland. Het platteland. Dat is een mooie aanvulling, hè? Ja, ik vind het ook een mooie aanvulling. Het complete land zit hier bij elkaar. Dus daar vond ik het ook een mooi dat jullie, om jullie bij elkaar te zetten hier. Wim, jij doet het vanuit de stichting. Jij doet het vanuit de corporatie. Ja. Misschien goed dat jij even vertelt over jouw corporatie. Coöperatie Land van Ons. Eind vorig jaar opgericht. Door een aantal burgers die... eigenlijk vonden dat het met het landschap en met de biodiversiteit in het landschap niet goed ging. En niet goed gaat en al heel lang niet goed gaat. En zoiets hadden van, we kunnen nog wel 30 jaar wachten dat de overheid namens ons dingen gaat doen. Maar dat heeft in ieder geval de afgelopen 30 jaar niet geholpen. En we moeten gewoon het heft zelf in handen nemen. En initiatief nemen, burgers mobiliseren... om eigenlijk met elkaar, zeg maar, in het landschap, wat eigenlijk van oudsher, zeg maar, de bakermat is voor de biodiversiteit in Nederland, om dat, zeg maar, op te pakken en daar gewoon stappen te nemen en een verbeteringsslag te maken. Nou, dat is eind vorig jaar gestart. Met vraag aan mensen van, joh, vind je het leuk om lid te worden? Lidmaatschap betekent ook dat je met elkaar samen, zeg maar, grond gaat kopen. Nou, daar zijn we inmiddels druk mee bezig. We hebben nu 6.500 leden in die korte tijd. En we hebben inmiddels ook onze eerste percelen aangekocht. En daar zijn we nu stapje voor stapje zijn we daar maatregelen aan het nemen om het anders te doen als wat er, zeg maar, normaliter wordt gedaan. Nou, we gaan er zo meteen op verder. Maar ik denk een heel mooi initiatief. Wim, jij vanuit de stichting. Misschien goed dat jij even je stichting... Ja. Introduceert. Ja, Stichting Droom en Daad. Dat is een Rotterdamse filantropische stichting. Die de stad mooier en beter wil maken door middel van kunst en cultuur. Dat is ons middel. En kunst en cultuur zien we ook breed in de zin van erfgoed, monumenten. En als je dat dan erbij neemt, dan kom je ook in het park. Zo heet dat park in Rotterdam, het park. Dat is een rijksmonumentaal beschermd park, aangelegd halverwege de 19e eeuw door vader en zoon Zogger. Die overigens in heel Nederland wel, of bijna in heel Nederland, kom je die naam tegen. Het Vondelpark is bekend, Haarlem hebben ze gebouwd, of ingericht. Groningen, nou, er zijn allerlei steden in Nederland waar Zoggerparken zijn. En parken in steden hebben het zwaar. Omdat ze gratis toegankelijk zijn, voor iedereen zijn en dus van niemand in de zin van beheer. Beheer is dan bij de stad belegd, het ontwerp is bij de stad belegd, de programmering is bij de stad belegd. Dat zijn al vaak al 2, 3, 4 verschillende wethouders. Veiligheid is natuurlijk een aspect als je het hebt over parken. En als je het dan hebt over een mooi park, een rijksmonumentaal beschermd stuk cultureel erfgoed. Ja, dan zie je dat waar gemeentelijke begrotingen erg onder druk staan, dat er heel snel wordt gekozen voor asfalt in plaats van een halfverharding. Voor een hele eenzijdige manier van bloemen en heesters. Onderhoud wordt steeds vaker aanbesteed op prijsniveau. En dat draagt allemaal bij naar een steeds eenvormiger... Ja, wat dat betreft is het net landbouw. Waar dat Engelse raaigras het landschap inmiddels bepaalt. En de koeien op stal staan. Maar die stadsparken die zijn steeds eenvormiger geworden. Goedkoop in het onderhoud... Geweldig, want parken worden vooral gezien als een kostenpost op de gemeentelijke begroting. En ja, door deze periode waar we nu in zitten, dat COVID, blijkt ineens dat parken nog steeds gelukkig door Jan en Alleman worden ontdekt of herontdekt misschien. Als plekken waar het gewoon fantastisch toeven is. En het goede van parken is, wat ik vaak dan zeg, dat is een lange introductie. Maar dat parken de meest democratische ruimtes van een stad zijn, waarbij en kinderen het naar hun zin hebben... En allochtone families die weten te barbecuen. Jongelui kunnen gewoon lekker zitten, chillen. Ouderen hebben het ook prima om gewoon rond te lopen. En dan komt het leuke. Al die groepen mensen,
die kunnen tegelijkertijd, ieder op hun manier, van datzelfde park genieten. Ja, en dat, als je dat voor elkaar kan krijgen, en dat is in een park is dat al zo, zonder dat iemand dat zo programmeert, ja, dan heb je als stad heb je natuurlijk een waanzinnige asset om, ja, om met je burgers te delen. Parken zijn voor iedereen en iedereen begrijpt dat. Sterker nog, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die tegen een mooi park is. Ja, maar ergens hebben we verkeerde afslag genomen. Ik bedoel, jij hebt mij ook wel eens meegenomen hoe Sochert het echt bedacht heeft. Hè? Dus ja. hoe echt met een visie. Ja. Dat ziet er, ja, zo, heeft zoveel schoonheid in zich. Biodiversiteit voor de Tweede Wereldoorlog. Volgens mij is dat een beetje het markeerpunt. Ja. Hadden we ook veel biodiversiteit in Nederland? Ons landschap was veel kleinschaliger. Met veel meer hagen en houtvallen. En eigenlijk is, zeg maar, na die oorlogsperiode is er, zeg maar, de keuze gemaakt van, jongens, we moeten de landbouw, moeten we anders gaan inrichten. Ja, het is nooit meer honger. Nooit meer honger. Wageningen kwam centraal te staan. Wageningen die ging daar een rol bij spelen. Minister speelde daar natuurlijk een rol bij om, zeg maar, die landbouw op een hoger plan te brengen. Ja, toen zijn eigenlijk in vrij korte tijd zijn er heel veel landschapselementen verdwenen. Het agrarische landschap is wat meer aangeharkt, grootschaliger geworden, intensiever geworden. En dan zie je ongeveer wat er nu rest. Ik heb het laatst nog eens nagezocht. Er is in die periode tussen de Tweede Wereldoorlog en nu is er ongeveer 400.000 kilometer, moet je je voorstellen, 400.000 kilometer aan landschapselement verdwenen in Nederland. Dat is dus 4000 keer het stukje van Groningen naar Limburg. Dus zoveel hadden we vroeger. En ik zal niet zeggen dat we helemaal terug moeten om dat allemaal te gaan herstellen. Maar we zijn natuurlijk wel op een bepaalde manier enorm doorgeslagen. En dat is niet iets wat we zien van de laatste paar jaar. Hè? Want dit wordt eigenlijk al kort nadat deze slag werd gemaakt, werd het al geconstateerd door allerlei deskundigen. Van jongens, we slaan door. Ook, zeg maar, in de hele ruilverkavelingsoplossingen die we zien. En we moeten het anders gaan doen. En je ziet eigenlijk in al die beleidsnota's, die, zeg maar, die afgelopen 30, 40 jaar zijn geschreven, zie je iedere keer weer op zich een heldere analyse van wat er verkeerd gaat en wat anders zou moeten. Maar een onmachtigheid van de partijen die het eigenlijk zouden moeten oplossen om, zeg maar, tot goede oplossingen te komen. Het is letterlijk en figuurlijk gepolder geweest. Ja. Hier onderbreken, want volgens mij sluit dat naadloos aan wat jij ook in de Elsevier hebt geschreven, recent. Over, het zit vol met goede bedoelingen. Ja. Ja. Lades vol. Ja, ja, letterlijk. De adviesgroepen, fora, symposia, interdepartementale overlegstructuur, noem het allemaal maar op. In een soort beleidsproza waar je van moet lachen hoe het ronkt van de goede bedoelingen. Dus iedereen is het eens. Dat is ook, althans op papier, de conclusie. Maar waar het fout gaat, zowel voor de indeling van het platteland, waarbij de economische factor steeds meer de doorslag geeft en in plaats van op value, op volume wordt geconcentreerd, dus volume in plaats van waarde. En dat maakt tot een soort eenvormigheid wat denk ik op den duur niet houdt. Want eenvormigheid is denk ik niet goed. Als je wil overleven, ja, dat leert de natuur ons ook, dan heb je diversiteit nodig. Een sterk ecosysteem is sterker naarmate de diversiteit groter is en veelsoortiger, veelkleuriger is. En dat geldt voor steden, dat geldt voor stadsparken, dat geldt voor de landbouw. Dus hoe eenvormiger het wordt, hoe kwetsbaarder het wordt. Nou, dat hebben we de afgelopen 10 jaar ook. We hebben ook een paar goede signalen gekregen dat het niet goed gaat met, laat ik de landbouw als voorbeeld nemen, maar ook stadsparken. Want hoe eenvormiger een stadspark wordt, hoe minder aantrekkelijk het wordt voor een grote groep mensen. Dus als het eenvormig... Ja, dat is vanuit schoonheid gezien. Nee, het is niet alleen schoonheid. Kijk, als ik een park heb wat heel eenvormiger is ingericht, dan zul je zien dat daar minder groepen het naar hun zin hebben. Dus dan wordt zo'n park geclaimd door één soort groep. Of dat nou jongeren zijn die de leuke dingen doen, of junks die zich daar ongestoord in de bosjes kunnen begeven, of andere groepen. Maar die eenvormigheid, dat is de doodsteek voor een park.
Omdat het gevaarlijker wordt? Ja, nou, omdat het dan geclaimd wordt door één groep. En daarmee dus andere groepen worden uitgesloten. Ja, maar dan wordt het dus minder biodivers in kader van verschillende mensen die er komen. Maar die diversiteit, die biodiversiteit, in dit geval van de gebruikers, die heeft rechtstreeks te maken met het gebrek aan diversiteit van de inrichting. Dus als je een groot park voor een deel versteent, zal ik maar zeggen, dan is het makkelijk om daar een festival te houden een aantal keren per jaar. Maar dan is het minder aantrekkelijk voor kinderen om te spelen. Dus die kinderen komen niet meer. Dus ouders met kinderen komen er ook niet meer. En dan krijg je dat andere groepen er juist wel in steeds meer mate gebruik van gaan maken. Dus dan wordt het gebruik veel eenvormiger en daardoor dus ook minder rijk en ook kwetsbaarder. Dat ja, er gaan bepaalde processen die beginnen dan te spelen. En dat is niet goed. Nou, heel extreem zie je dat in de landbouw, waar het heel geconcentreerd eenvormig is. Ja, dan krijg je ineens allerlei vreselijke ziektes. Of dat nou gekke koeienziekte of geitentoestanden is. Ja, dat is gewoon niet goed om zoveel dingen van dezelfde soort op één plek te concentreren. Of dat nou jongeren zijn, of ouderen, of planten, of beesten. Nou ja, en dan wordt er natuurlijk ook chemische middelen gebruikt die zo, ja, dan, zo schadelijk zijn voor iedereen. En dan ga je zeg maar, kom je helemaal in een neerwaartse spiraal. Ja, dan wordt het symptoom wordt bestreden, maar de kwaal blijft namelijk te veel van hetzelfde op één plek. En ja, dat is gewoon niet goed. Het bijzondere ook vind ik wel wat Wim schetst, dat eigenlijk zo voor de hand liggend is, dat waar die parken voor sociale cohesie kunnen zorgen, hè, dat is echt een probleem van de afgelopen 10, 15 jaar geweest. Dat het ook niet als een oplossing is gezien. Hè, in die zeg maar het monopoliseren voor één bepaalde groep die er gebruik van gaat maken. Dan denk je, ja, maar als je het anders had ingericht en daar dus wat meer geld aan had besteed, dan had het echt een functie voor de sociale cohesie kunnen hebben. Want er zijn hele groepen die er dan inderdaad om een andere manier gebruik van gaan maken. Hè, die de eten, die de vertier hebben. Ja, weet je, dat bindt mensen. Nou, het is eigenlijk niet eens anders, want het was in de kern heel mooi ontworpen. Ja. Maar het is meer respecteren voor hoe het ontworpen is. En op die manier zeg maar het goed onderhouden. Ja. In het kader ook van biodiversiteit. Ik weet wel dat ik voor het eerst hoorde van mijn dokter. Dat ik zei, ja, maar ik eet toch spinazie en ik eet toch wortels en ik eet dat, weet je wel. Nou, hij deed mijn bloedonderzoek en toen zei hij, ja, maar toch zit er niet zo heel veel van in. Dus jij moet bijgeslikken. Ja, maar waarom? Want ik eet dat. Toen zei hij, ja, maar door de manier waarop wij dus de landbouw doen, zit er gewoon veel minder vitamine en mineralen in ons eten dan dat er 50 of 100 jaar geleden in zat. Nou, ik ben dat toen eens even, want je kan tegenwoordig overal van die scans met je mobiele telefoon op een code doen, want de spinazie heeft ook een barcode. En ik schrok, want ik moet 10 zakken spinazie eten, wil ik genoeg ijzer binnenkrijgen. Dat gaat dus niet. Nee, dat gaat dus niet. Dus hoe? Krijg je wel hele grote spieren van. Schijnt. Popeye. Nee, maar het is dus zeg maar ook doordat wij het zo intensief het land gebruiken en het zo juist niet biodivers doen, dat er ook veel minder voedingsstoffen in ons voeding zitten. Ja, daar lijkt het op zich wel eens op. Hè? Dat je in die eenvormigheid, hè, en die zaadveredeling, die er natuurlijk steeds heeft plaatsgevonden van om meer productie van hectare te halen, om ziekteresistent te kunnen produceren. Er zijn een aantal bekende voorbeelden van groentes die ook gewoon hun smaak kwijt zijn geraakt in zeg maar die hele slag die er gemaakt is. En dat kan natuurlijk haast niet anders. Hè? Iedereen die een groentetuintje thuis heeft, die weet ook dat een krop sla in mijn groentetuin, die smaakt echt anders als die van de Albert Heijn komt. Dus daar zitten kwalitatieve verschillen zitten daarin. En dat zijn we. Ja, de consument, en ik weet nooit zo goed of het nou door de consument komt of dat het meer met de inkopers te maken heeft voor die supermarkten, waar die nou om vragen. Die consument die gaat dan zeg maar wel vaak blijkbaar voor prijs. Ja. En dan is dat kropje sla wat in tienduizenden tegelijk wordt geproduceerd waarschijnlijk 6 cent goedkoper. Aan de andere kant niet ziend wat zeg maar landschappelijk en met de grond, wat daar de consequenties van zijn. Hè? Want die kosten worden eigenlijk helemaal niet in rekening gebracht. Dus dat is iets waar steeds nu wel meer oog voor is. Vanuit de samenleving. Van hey, we willen eigenlijk weer naar gezonder voedsel toe. Dat zijn hele kleine stapjes die er gezet worden.
We hebben 2 jaar terug ook die discussie gehad of je nou biologisch voedsel niet zeg maar onder het lage btw-tarief zou moeten laten vallen. Hè, om zeg maar wat sneller die slag te kunnen maken. Ja, heeft dat niet gehaald, dat voorstel. Kijk, aan de andere kant denk ik dat we er langzamerhand aan toe zijn als je het niet via die kant benadert. Dat je zegt van, ja, maar dan moeten we eigenlijk een aantal verborgen kosten die er samenhangen met die massaproductie van het groente en het fruit. Moeten we maar eens een keer in rekening gaan brengen. Om zeg maar dat weer meer in evenwicht te krijgen. En ja, weet je, ik denk dat daar langzamerhand gewoon iedereen klaar voor is. He, en ontstaan niet voor niks van die bewegingen als waar Wim mee bezig is en waar wij mee bezig zijn. Je ziet dat de samenleving gewoon er klaar mee is. Dat er al jarenlang zeg maar, een soort padstelling en haast een verloedering van zeg maar, ons landschap plaatsvindt. Of het naar binnen of te buiten de stad is. Waarbij we eigenlijk voelen van, jongens, dat moet heel anders. Dit is wel de plek waar wij leven en waar wij verblijven en waar we gezond willen zijn. En dat heeft kwaliteit nodig. En dat zijn andere keuzes als dat alleen maar aanbesteed moet worden en voor minimale kosten onderhouden moet worden. En er is nog zoveel te bereiken op dat vlak. Volgens mij staan we nog maar aan het begin. Wim, die openbare ruimte, dat zit natuurlijk niet alleen in het stadspark. De openbare ruimte zit ook gewoon in de bermen langs alle wegen. Ja, ja. Als je kijkt wat daar nog verslagen gemaakt kunnen worden, ja, dat is... Ja, een boel werk te doen. Ja, over wat jij zei, het leeft heel erg in de samenleving. Nou, jij je bent toch redelijk veel in de media geweest, ook al in jouw rol als directeur van het Rijksmuseum. Maar nu ben jij meer, treed jij ook naar voren vanuit deze functie en dat je je zorgen maakt hierover. En je zei ook, ik heb nog nooit zoveel feedback teruggekregen vanuit de samenleving. Ja, dat is... Ja, ik ben inderdaad veel in de media geweest de afgelopen jaren. Maar ik heb nog nooit zoveel respons gehad op een laatste optreden in Buitenhof, waar, laat ik zeggen, 200.000 mensen naar kijken, wat voor televisie niet zoveel is. Maar tot mijn grote verbazing, echt tientallen, en niet alleen op social media, de gebruikelijke Twitter-toestand, maar echt op mail, doorwrochte brieven, steunbetuigingen, voorbeelden van parken in Nederland die ook in dezelfde situatie verkeerden als het park in Rotterdam of het Vondelpark in Amsterdam. Dus er is iets gaande, wellicht aangejaagd doordat kijk, als je in de tijd zit, het is heel moeilijk om je eigen tijd te duiden. Dat is pas beter, omdat je kan iets heel makkelijk iets zeggen over de toekomst of over het verleden. Maar het is lastiger om te zeggen waar we staan. Maar goed, laat ik een poging doen. Ik denk, en wat dat betreft zitten we hier niet toevallig aan tafel. Ik denk dat de overheden, of het nou de provincies zijn, of de waterschappen, of de Rijksoverheid, of de gemeentelijke overheden, zo langzamerhand aan het eind van hun mogelijkheden zijn. Bestuursrechtelijk, maar ook financieel, dat laatste in ieder geval. En dat tegelijkertijd de burgerij het initiatief neemt om de handen ineen te slaan om te zorgen dat er een versnelling komt en dat er wordt opgetreden in plaats van gepraat. Want al die nota's en die goede bedoelingen die de overheden hebben gemaakt, die hebben onvoldoende resultaat gehad in de praktijk. Nou, ik ben van de praktijk. Ik vind het proces ook wel interessant, maar ik ben altijd meer geïnteresseerd in het eindresultaat. Daar zie je nu dingen gebeuren. En dat is, denk ik, versneld. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar door die stilstand die we even hebben gehad, een hele nuttige stilstand misschien ook wel, in ons hebben en doen en laten vooral. Je bedoelt de lockdown? De lockdown. Dat toch een soort verinnerlijking heeft opgeleverd die ons meer bewust heeft gemaakt van de directe omgeving. Vakantie in eigen land, parken in de stad. Ruimte? De ruimte om ons heen, directe ruimte om ons heen. Het voorjaar was ook nog nooit zo intensief beleefd, althans in de steden. Omdat die stadsruis, zoals die heet, die lage dB's, die je normaal hoort en die ik nu weer hoor, nu we 3 maanden verder zijn. En de vogels die we in één keer. De vogels hoorden we dus super intens, ja. Maar die stadsbrom was weg. En dat gaf ineens een hele fijn, en dus de lucht was schoner. Ik bedoel, dan zie je wat het doet, hè? Dan zie je, ruik je en voel je en hoor je wat het doet als de menselijke activiteit even wordt stilgedraaid. En dan,
althans bij mij kwam het over, dan besef je dus ook ineens van, hé jongens, we zijn dus niet op de goede weg bezig. Nu, ik moet zeggen, ik ben nou met de auto hier naartoe, vanuit Rotterdam naar Leiden, maar de weg is alweer als vanouds bezet met auto's. Gelukkig nog geen file, maar ja, ik ben zo bang dat we weer teruggaan naar het oude normaal. Ja, maar jij bent hier ook met de auto. Ja, ik ben ook met de auto, dat klopt, omdat ik nog even niet met de trein wilde. Ik denk daarom veel mensen, maar we voelen het allemaal. Anders was ik met de trein gegaan. Maar, ja. Dat is, maar ik zou het zo mooi vinden als deze periode, waarin we nu inderdaad particulier initiatief zien opbloeien, om het maar eens over zo te zeggen, dat nu aangejaagd wordt door die COVID-awareness of bewustzijn. Want die beweging is er wel. Maar die moet sneller nu, want de tijd begint wel te dringen. En dat zien we aan het klimaat, dat zien we aan die ziektes in de intensieve veeteelt, dat zien we aan de teloorgang van de parken. De zonneparken worden nu overal uitgerold, die zonnepanelen. Dus het is echt, we moeten niet 5 jaar nog wachten. Nou, Timmermans is natuurlijk ook heel actief bezig met zijn Green Deal. Er is nu afgelopen donderdag de Nederlandse Bank en het Planbureau voor Leefomgeving, die hebben het eens berekend. Van de 1400, het is eigenlijk nog nooit natuurlijk berekend. Hè? Wij hebben het ook wel eens over, dat is nooit gezegd, die boom is zoveel waard. Ja. Nu is het eens berekend. 1400 miljard aan investeringen door pensioenfondsen, investeringsmaatschappijen, et cetera. Is 1/3 afhankelijk van biodiversiteit. Dus als dat dus misgaat, wat dus mis aan het gaan is, staat dus 1/3 van de investeringen gewoon onder water. Hebben het in ieder geval heel erg moeilijk. Nou, dus met de kop, bloemen en bijen zijn miljarden waard. Er is dus op veel vlakken, dus vanuit initiatieven, stichting, corporatie, maar denk nu ook vanuit de Green Deal, er is wel echt momentum nu. Maar hoe kunnen we nu zorgen dat we het weer niet... Nou, je moet het waarderen op wat hier nu gebeurt inderdaad. Want er zijn al veel meer rekensommen gemaakt. Ja, maar weer in die la terechtgekomen. Nou, ja, maar toch, het stapelt zich op en op een zeker moment is die la vol en kan er geen rapport meer bij. Dus dan, om in die beeldspraak te blijven. Maar de waardering in euro's, vastgoed is 15% meer waard aan een park. Nou, dat is een vrij simpele rekensom. Dus dan kan iedereen zijn eigen WOZ-waarde hoger. Dus als een deel van die WOZ-waarde afroomt en je stopt dat in het onderhoud van het park, dat zou al een hele interessante zijn. In Amerika gebeurt dat. Levensduur. Dokters die voorschrijven een natuurbad, zoals dat in de Scandinavische landen en in Japan wordt voorgeschreven. Dus daarmee kan je al de volksgezondheid ook, daar kan je een eurobedrag aan binden. En zo zijn er allerlei meer economische berekeningen van wat het is om gezond te leven en gezond te eten en een gezonde healing environment, gezonde omgeving te creëren. Dus daar kan je wat wij denken nu eenmaal dus heel economisch, dus moeten we erbij en alles ook economisch maken. Hoe zie jij dat? En dat is natuurlijk eigenlijk, zo zit onze maatschappij in elkaar. Dat wij zo economisch aan het denken zijn. Hè? Dat het lijkt pas relevant te worden op het moment dat je het in euro's kan vertalen. En als je het niet in euro's kan vertalen, dan telt het eigenlijk niet mee. En eigenlijk is het natuurlijk heel apart, hè? Wij leven hier als mens niet in ons eentje hier op aarde. Speciaal had ik het leven op aarde had ik even meegenomen in een doosje. Leuk. Ik weet niet of je dat kan zien. Nee. Je kan niet zien wat erin zit, want dan moet ik eerst het dekseltje eraf halen. Maar wat ook op beeld te zien is. Kruipt er van alles uit? Of dat dit is... Ik zal even mijn mapje eronder leggen. Daar heb ik speciaal mee. Kijk, dit is het leven op aarde. Ik heb ze geteld. Dit zijn ongeveer 100 miljoen verschillende organismen. Die allemaal op deze aarde leven. Kijk, en dit is de mens. Die, daar. En wij zijn een plaag. En we zijn een plaag. En wat wij eigenlijk gedaan hebben, hè, en dat was 1000 jaar geleden was het anders. Hè, toen had men een andere verstandhouding met dit. Wat we eigenlijk gedaan hebben, is dat we er een groot hek omheen hebben gezet. En toen we eigenlijk deze 100 miljoen verschillende organismen ook alleen maar als een soort productiemiddel zien. Ja, weet je, dit moet allemaal ten dienste staan van dat. En
Dat is natuurlijk eigenlijk, als je daar goed over na gaat denken, is dat natuurlijk heel vreemd. Want die mens, ik had er ook nog iets anders meegenomen. Ja, ik ben op alles voorbereid. Kijk, want dit is natuurlijk niet te zichtbaar, hè? Kijk. De mens? Dit is de mens. Dit ziet eruit als iets homogeens, maar dat is natuurlijk onzin. Hè? Als we, ik zal niet jou nemen, als we Wim hier nou bloot op zijn tafel zouden zeggen, zitten, dan zouden we eigenlijk, zouden we daar microscopisch naar kijken, dan zien we een krioelend iets. Ja, in onze darmen alleen al miljarden bacteriën. Wij kunnen alleen maar in leven blijven, doordat er ongeveer zoveel verschillende van die organismen die in het totaal passen, ons helpen om in leven te blijven. He, als we dit terzijde schuiven, dan zouden we ongeveer nog 10 minuten leven. En het lijkt wel of we ons dat niet meer realiseren. Dat wij eigenlijk ontzettend afhankelijk zijn van zeg maar deze hele grote berg. En het ene organisme misschien wat anders dan het andere organisme. Maar we gaan er ook heel laconiek mee om. Want wij vinden onszelf geniaal als mensen. Hè? Van wij zijn zo bijzonder, vandaar dat we ook zeg maar, die aparte positie hebben. En dat we eigenlijk ook vinden dat we hier boven op die heuvel moeten komen te staan. Goed, het is een bepaalde vorm van intelligentie, absoluut eens, absoluut waar. Aan de andere kant zie je ook dat dit ook een enorme kwaliteit heeft. En wat weten we daar nou eigenlijk van die kwaliteit? Dat is maar verrekte weinig, want ongeveer 1%, ik weet niet of dit kan ik moeilijk zien, 1% van deze berg, dit groepje organismen, daar hebben wij als mens kennis over. Deze hele bult weten we helemaal niks vanaf. Dat is gewoon nog niet in kaart gebracht. Daar zouden we nog honderden jaren mee bezig zijn om dat in kaart te brengen. Dus wat het effect is van wat wij aan het doen zijn, hè, je noemde net even chemische middelen. Chemische middelen op zeg maar dit totaal, ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Ja, we kijken daarnaar, maar we kijken niet daarnaar. Dus dat... Ja, we zijn ook heel lang zo verbaasd geweest van wat is er aan mis met onze bijen? Ja en dat is gewoon moeilijk traceerbaar. En dat heeft gewoon te maken met het enorme gebrek aan kennis wat wij nog hebben. Leiden heeft nu voor het eerst sinds 1890, geloof ik, zolang bestaan ze hier, hebben ze de opdracht gekregen om al het leven in Nederland in kaart te brengen. Daar hebben ze een aantal miljoenen voor gekregen om in feite deze hele berg van wat leeft er nou eigenlijk allemaal in Nederland, om dat nou zeg maar te gaan benoemen. Nou ja, dat is raar dat we dat eigenlijk gewoon nog niet weten. Het is natuurlijk niet helemaal, het is ook wel aan de ene kant ook wel logisch misschien, want van die 100% van al die organismen is ongeveer maar 1%, dat is dan dit ongeveer, dit kunnen wij als mens zien met het blote oog. Dit is alleen maar met een microscoop te zien. En daarvan is ook alweer een deel vernietigd, toch? En daar is ook alweer een deel vernietigd. En dat muteert natuurlijk ook steeds. Hè? Want dit is niet een stabiel iets. Hè? Ecosystemen zijn eigenlijk continu in beweging. Biodiversiteit is ook continu in beweging. Je ziet ook door de klimaatverandering. Hè? Soorten verdwijnen. Soorten krijgen een grotere kans om te overleven. Er komen ook soorten komen erbij. Er komen opeens soorten boven ploppen waarvan we het bestaan nog niet vermoeden. Maar goed, wat ik aan wil geven is van, we zijn te kort door de bocht bezig om dit zomaar te vernietigen. Haast met een vingerknip, hè? Ja, doen en we met dat. Jullie corporatie willen jullie dit doorbreken. En dan kopen jullie stukken grond op, landbouwgrond. En dan willen jullie dat daar een boer op komt die hier veel meer rekening mee houdt, als ik jou goed begrijp. En daar dus dan ook voorzichtig mee omgaan. Kijk, wat de basis, zeg maar, is dat wij dit meer in kaart willen brengen, daar zicht op willen krijgen en dus dan ook tevens met landschapsherstel bezig zijn. Kijkend van, wat is nou het cultuurhistorisch perspectief van dit gebied en wat zouden we daar nou eigenlijk mee willen? Ook qua, zeg maar, wat je dan met gewassen zou willen. Om daar op een andere manier weer voedsel te gaan bereiden. Met meer oog van, voor al dit leven. En dat gaan we dus ook onderzoeken. Van wat, dus er wordt langjarig onderzoek gaat er op die percelen plaatsvinden. Dat doen we samen met universiteiten. We willen ook dat die kennis die daar verzameld wordt, dat die ook gedeeld wordt met zeg maar de maatschappij. Want een van de problemen in onze maatschappij is dat
dit begrijpen we niet meer. Hoe dit in elkaar zit. Dus er is een enorm gebrek aan kennis bij, ik denk, het grootste gedeelte van de bevolking. En als we een andere slag willen maken als maatschappij, dan zullen we ook even moeten begrijpen wat we precies aan het doen zijn. Hoe dit soort processen in elkaar zitten. De mens heeft heel erg, wil het eerst begrijpen voordat het waarde krijgt, voordat het economisch wordt. Ja. Dus dat is natuurlijk een heel proces. En toen we elkaar spraken, toen zei jij ook van ja, en volgens mij is dat bij jou met de parken ook, van wie is nu de grond? Wie is eigenaar? Wie is nou eigenaar en wie bestuurt het dan? Jij hebt volgens mij heel veel te maken met de gemeentes daarbij. Maar daar zijn ook heel veel verschillende organisaties. Dan kom je in een andere discussie terecht. Kijk, dat vraag ik wel eens als ik wat baldadig in het stadhuis kom. Ik zeg, wie is hier de belangrijkste bewoner? Dan kijken me mensen aan en zeggen, burgemeester? Ik zeg, nee, dat is de burger. Ja. Kijk, je kan wel zeggen de gemeente, maar ja, die gemeente, dat zijn wij met z'n allen. Dus het is net even van, het hangt heel erg van je definitie af van wat politiek is, of wat stadsbestuur is, of landsbestuur. Ja, dat zijn we met z'n allen zelf. Ik bedoel, het is een democratisch land, tenslotte. En wij hebben daar niet alleen stemrecht voor, omdat iedere zoveel tijd te bestendigen, dat systeem. Maar at the end of the day zijn al die mensen daar, die zijn in dienst van. Zo zie ik het. Ja. Nou, dat is zo is het ook bedacht. Zo is het ooit ergens bedacht. Ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Want soms gedragen ze zich alsof zij de baas zijn. En kijk, het gaat ook om macht. De gemeente heeft bepaald dat. Ja, of de politiek zegt zus. Nou, allemaal prima. Mag ook allemaal wel. Ik neem daar soms wat afstand van. En ik zeg, ja, wacht even. Ik zie dat toch anders. Maar goed, die verhoudingen die zijn nu eenmaal zo. Maar het is toch goed om af en toe een stadsbestuurder daar even aan te herinneren. Dat gaat soms niet altijd even gezellig. Maar goed, toch, ik denk en dat zie je nu ook gebeuren, dat die burgers mondiger worden. Er zijn ook allerlei structuren bedacht om het openbaar bestuur, wat een systeem is, dat is een andere discussie misschien, maar wat toch een systeem is wat helemaal aan het vastlopen is. Het moet transparant, het politieke landschap is versnipperd, ze kunnen niks meer. Alles gebeurt onder een vergrootglas. Het is echt vreselijk om nog tot iets te komen. De pers die ook een soort macht heeft. WOP-procedures, noem het allemaal maar op. Dus heel ingewikkeld manoeuvreren. En tegelijkertijd zie je dat allerlei burgers via Right to Challenge of burgerinitiatieven zoals hier, ja, die nemen het heft in eigen hand. En ik denk dat dat op zich heel goed is. Het is overigens ook niks nieuws. Ik bedoel, we zitten hier verderop in de straat met een hofje. Een heel goed 17e eeuws model om voor ouderenzorg. Maar als ik hoor het opkopen van land, ja, dat klopt. Maar in wezen deed Jacques P. Thijssen met natuurmonumenten deed eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Waar een aantal bezorgde particulieren bij de gedachte van de overheid toen om het nader meer, ik geloof, droog te leggen of te bebouwen of iets dergelijks, rond 1900, hebben ze gezegd, ja, wacht even, dit is zo'n belangrijk stuk natuurgebied in Nederland, dat moeten we beschermen. En dat was uiteindelijk de oprichting van natuurmonumenten. En zo heb je ook in allerlei provincies, heb je de provinciale landschappen, het Zuid-Hollands landschap of het Gronings landschap of noem het maar op. Nou, al dat soort partijen zie je dat die bezig zijn om land te kopen en te bestemmen, in ieder geval voor een langdurig, en dat is het grote verschil, met een langdurig perspectief. En niet de scope van 4 jaar de politiek indenkt. En die politiek en het landsbestuur, die zitten veel meer en meer en meer gedwongen door de economie om steeds kortzichtiger aan te besteden, doelen te stellen, afgerekend te worden op, nou, al dat soort termen. Snel resultaat, wethouders die even iets willen, daar heb je 4 jaar de tijd voor. Nou, als je in 4 jaar tijd iets in Nederland voor elkaar krijgt, dan doe je het al heel snel. Heb ik knap gedaan. Dus ja, dat krachtenveld, dat is ingewikkeld. En mijn gevoel is dat de politieke besluitvorming, de bestuurlijke besluitvorming, is inmiddels zo traag is zo traag geworden in Nederland. Omdat we een hele platte maatschappij hebben,
met van alles en nog wat. En die vierjaarlijkse cycli. Je krijgt geen deltawerken er meer door. Of een afsluitdijk. Of dat soort grote dingen. Dat is razend ingewikkeld. Dus doen de burgers het zelf. En ik denk dat heel interessant is. Eigenlijk zijn we dan weer terug bij de 17e eeuw. Of de middeleeuwen. Ja, het zit ook diep in ons DNA volgens mij. Hè? Ja, misschien markeert deze periode ook wel, zeg maar, een soort einde van een tijdperk. Want ik denk dat ons politieke systeem, hè, jij benoemt het heel mooi, helemaal vastgelopen is. Ja, dat het dus niet meer werkt. Het is ook allemaal dat is geen verwijt naar die mensen die zich in dat krachtenveld bewegen. Dat zijn het einde van het neoliberalisme. Dat hebben we hier bij de Nieuwe Wereld ook al regelmatig aan. Alvast even, oké. Maar want over het algemeen zijn het gewoon hele goede en intelligente mensen die zich daarmee bezighouden. Maar ze zitten gewoon helemaal muurvast in een bepaald systeem. We hebben een bepaald systeem met elkaar gekozen. En dat werd ook op een gegeven moment steeds ingewikkelder. Hè? Eerst was het, zeg maar, landsbestuur en toen werd het Europees. En nu is het mondiaal, dat we van alles met elkaar willen. Ja, dat is ook een onmogelijke opdracht. En als je het dan hebt over lange termijn visies die je eigenlijk zou moeten hebben. Bijvoorbeeld rond biodiversiteit. Ja, daar komt die politiek dus helemaal niet aan toe. Ja. He, want elke zichzelf respecterende minister of staatssecretaris of gedeputeerde, die begint natuurlijk weer het wiel uit te vinden. Dus daar zeggen we inderdaad van, jongens, we hebben te lang hebben we gewoon op die politiek gewacht tot zij het probleem gingen oplossen. Ze gaan echt het probleem niet oplossen. Als het probleem opgelost moet worden, en daar zijn we zelf verantwoordelijk voor, dan moeten we die verantwoordelijkheid ook nemen. En dus het voortouw nemen en dat gaat geld kosten. Nou, dan betalen we het maar zelf. Maar er is geld. Dat is echt geld. Jij zei net van, tenminste, je had net begrepen van dat het door de economie ook wel eens leek dat er geen geld zou zijn. Maar volgens mij klotst het geld overal over de plinten heen. Dus er is geld zat. Nou, als je heel ziet wat er met de Green Deal besteedt. Waar dat dan straks weer blijft. Maar ook bij particulieren, juist omdat ze betrokken zijn, of bij een stichting waar jij zit, kan het niet aan het geld liggen. Het is de visie. Het is de visie, ja. En we moeten echt niet meer op die politiek gaan wachten. We moeten echt het heft in eigen handen nemen. En zeggen, wij nemen verantwoordelijkheid. En we gaan het op een andere manier doen. En in de hoop dat uiteindelijk, zeg maar, onze politieke leiders dat ook gaan zien en gaan meebewegen. En ik hoop dan ook dat het uiteindelijk ook tot een ander soort leiderschap leidt. Want het huidige leiderschap, daar heeft het natuurlijk ook deels mee te maken, denk ik. Hoe mensen nu boven komen drijven in het hele politieke bestel. Ik zou daar liever een ander beeld willen zien. Niet de mannetjesmakers die het goed voor de camera doen, maar echt, zeg maar, de wijze, soms zeg je er dan tussen haakjes oud bij, maar dat hoeft voor mij niet. Maar wel mensen met gewoon een brok ervaring die op allerlei plekken belangrijke functies hebben gehad, hebben laten zien dat ze een visie hebben. Dat zouden eigenlijk de ideale leiders zijn. En dat is een andere manier van leiderschap als wat wij nu eigenlijk kennen in Nederland. Ja, of juist de hele jonge generatie. Kijk, de agenda die wij beide voorstaan, die is eigenlijk voor jong en oud en links en rechts. Dus boven de partijen. Het heet wel groen-links, maar je hebt ook groen-rechts. Ik bedoel, groen heeft geen richting wat dat betreft. Politieke richting bedoel ik. En als ik kijk naar de jonkies, de Greta Thunbergs van deze wereld, ja, die zegt dus letterlijk in dat flinterdunne boekje van haar, met al die speeches, van ja, de wereld, de leiders, die hebben geen agenda voor 2050. Zegt ze erachteraan, dan ben ik 46. Ik geloof dat ze dat zo letterlijk zegt. En dat doet bij mij wel de schellen van de ogen vallen. Ik denk, ja, 2050, ik ben er dan nog, mag ik hopen. En de urgentie die zij daarmee aangeeft, dat zij echt de bestuurders van nu, maar alle mensen van nu, dat is de Zoomer-generatie. Ja, dat ze echt zegt van, ja, luister beste mensen, wij hebben geen, de manier waarop we nu met deze aarde omgaan, met het land, met onze fossiele grondstoffen, met de ruimte die we hebben, kortom, al die dingen die kwetsbaar zijn, waar we heel achterloos mee omgaan, wat zijn dat dan? Dat is tijd, dat is stilte, dat is ruimte, dat zijn dingen die allemaal niet ingeprijsd zijn, nee. Die geen niet euro economisch. Hebben, niet economisch. Maar tijd, ja, dat is heel belangrijk.
Stilte. Ongelooflijk belangrijk. Enorm schaars goed inmiddels. Stilte? Wat kost dat? Ja, dat weet ik ook niet. Een maar blauwe lucht. Ik heb een, ja, een blauwe lucht. Wat kost een blauwe lucht? Precies. Wat kost een schone lucht? Wat hebben we daarvoor over? Nou ja, minder vliegen? Nou ja, dan moeten we die afweging maken. Dus, maar het is natuurlijk altijd wel gezien vanuit de sociale politieke partijen van voor rechtvaardigheid. Hè, dus die kip moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dat ticket moet voor iedereen betaalbaar zijn. Ja. En zeg maar vanuit dat denken sociaal willen zijn, is heel veel ook geniveleerd. Dus hoe... Ja, dat is natuurlijk een groot goed. Ik had voor Buitenhof ooit een besprak de kranten. En er was, dat is al een jaar of 5 geleden. En er was een geweldige advertentie van Air France. En er was een prachtige stewardess die dan echt alle klanten, alle passagiers van de Air France toestellen verwelkomde met égalité. Dus iedereen krijgt champagne. Altijd. Niet alleen als je in de business class vliegt en je wordt verwelkomd met een glas champagne. Nee, nee. Iedereen. Nou, dat nivelleren van luxe voor iedereen. Iedere dag vlees voor iedereen. Ja. Iedere dag champagne. Iedere dag. Je hebt recht op alles. Je hebt recht op alles. Nou, dat, ja, ik denk toch dat dat een illusie is met z'n allen. Omdat, ja, daar zijn we gewoon met te veel voor. En de aarde kan nu al niet. We hebben straks, daar zijn ook berekeningen voor, zoveel aardes nodig. Om deze groeiende wereldbevolking te voeden met z'n allen. Het arsenaal aan landbouwgrond houdt gewoon een keer op. Ja. Dus, ja, hoewel daar ook nog wel wat andere berekeningen, ja, op losgelaten zijn. Weet ik. Maar dat nivelleren, aan de ene kant is dat goed, maar aan de andere kant in het tempo waarin het nu gaat, ten koste van de fossiele eenmalige bronnen die we hebben, ja, is dat gewoon een eindig model. Nou ja, met Teun van de Keuken, die kwam een keer, wat was het, dan een jaar geleden of zo, van ja, eigenlijk is de plofkip is in principe het meest efficiënt. Ja. In elkaar gesleuteld, ja. Het goedkoopst, ja. Het ja. Minst uitstoot. Dus dat zijn natuurlijk wel ook allemaal... Maar dat laatste weet ik niet helemaal, maar goed. Nou ja, dat had hij berekend, okay, als ik het goed heb. Maar in ieder geval, dus we hebben het heel economisch, heel efficiënt. Ja. We hebben het zo ingericht dat het voor iedereen beschikbaar is. Hè. Dus, maar ja. Uiteindelijk... It comes with the price. Nou ja, maar een deel van de kosten is daar natuurlijk helemaal niet in meegenomen. Precies. Rond de landbouwsector wordt iedere keer geroepen van... kijk eens hoe belangrijk ze zijn. Hè, en er is een belangrijkste exportland. Dat levert zoveel miljard op. Nou, valt daar al wel het nodig op af te dingen. Hè, want heel veel van die producten die ze dan meetellen... die voeren wij vervolgens ook weer in. Hè, aan geneesmiddelen en aan krachtvoer voor die beesten. Dat voeren wij weer in. Dus dat moet je er eigenlijk weer een beetje mee weer van aftrekken. Maar de milieuschade die het met zich meebrengt... ja, die komt niet voor. Omdat die gewoon lastig kwantificeerbaar is. Hè, het wegvallen van allerlei biodiversiteit in onze natuurgebieden... wordt niet als een kostenpost van een x-aantal miljarden opgenomen. Ja, dus dat zou je wel dus moeten doen. Ook dat moeten we dan weer economisch maken. En dan is het maar de vraag of die plofkip... of die inderdaad nog wel zo super goedkoop is. Ja. Ja, en is het... Weet je, is het niet heel dominant van ons gedacht... om op zo'n manier met de natuur om te gaan? Maar ik vond toch dat ik het even moest inbrengen... Ja. Omdat het wel zo altijd gedacht is. En we moeten dus op een heel andere manier gaan denken... zonder dat het weer elitair, denk ik, wordt. Hè? Want ja. Dat is ook wat we als Nederlanders... Dat is dus inderdaad de vraag van... heeft een plant of een beest... of zeg maar een van die 100 miljoen andere organismen... hebben die ook zeg maar een soort zelfstandig recht op bestaan? Ja. Of moet het alleen maar allemaal gerelateerd zijn aan het winstmodel voor de mens? Ja. Ja. Nou, maar dat zijn wel hele fundamentele discussies die ja. Hier ook wel onder liggen. Ik moet het helaas afronden, we zijn best wel over de tijd heen. Beiden ontzettend bedankt voor jullie, denk ik, hele waardevolle initiatieven. Hier zijn we zeker nog niet over uitgepraat, dus laten we over een tijdje weer eens samenkomen waar we staan. Ik hoop het dat we er nog niet over uitgepraat zijn. Nou, zeker dat, niet. Dank. De sterft weer een schone dood. Dank. Dank. Dank.